Gaat het? Nee. Mooi zo'n oogdingetje. Ja. Hoi en super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag en het is weekend. Yes, het is lekker lang weekend, want we hebben maandag Pinksteren. Pinksteren? Ja, volgens mij wel. Of Pasen. Nee. Dat hebben we al gehad, Pinksteren. Sorry, ik ben niet zo goed in de dag. Ik weet ook het verschil niet. Ik ga jullie vandaag eventjes wat vertellen. Zoals heel veel van jullie weten ben ik blind. Volledig blind aan allebei mijn ogen. Ik zie helemaal niks. Gewoon niks, weet je wel, niks. En die kraan drukt. Ik kan mijn tanden niet. De kraan is even... Hij gaat ook gewoon door. Dus nog erger. Nee, ik kan niet. Wacht, ik help je. Stop! Dat kan niet zo. Klaar nou! Hij gaat ook. Wacht even. Je moet even opnieuw of niet? Doe maar. Nou, dat was eventjes het kraanincident. We gaan nog steeds door. In elk geval, zoals heel veel van jullie weten, ben ik blind. En ik ben blind geworden door retinoblastoom. Wat eigenlijk in normaal Nederlands gewoon oogkanker betekent, heel grof gezegd, maar ja, het is wel zo. Netvlieskanker. Dat houdt zeg maar in dat je kanker hebt in je ogen. Waar ik nog steeds echt een keer een video over moet maken. En ik denk dat ik dat dit weekend ga doen, want ik heb morgen niet zoveel te doen. Dus dat weet ik niet zeker, maar dat denk ik wel. En allebei mijn ogen zijn er dus uitgehaald, zijn dus verwijderd. En in mijn oogholtes zijn nu twee kunstbolletjes, zeg maar. Kunststofbolletjes met donorbindweefsel eromheen. Dus bindweefsel wat van iemand anders is geweest die nu is overleden. Vind ik een heel eng idee. beter dan natuurlijk twee grote gaten in je hoofd. En daaroverheen zit nog bindweefsel van mezelf. Dat is uit mijn wang weggehaald, hier. Zo ziet het er ook uit als ik mijn oog eruit haal. Wacht even. Kijk, dit zeg maar. En dat zit zeg maar ook hier. Wacht. Hier zit dat ook bij jullie volgens mij, denk ik. Geen idee. Ja, tuurlijk. En daaroverheen zitten dus twee kunstogen. En heel veel mensen vinden het zielig dat ik niks kan zien. Maar ik kan wel veel meer dan jullie. Dus let maar eens op. Mama, doe je hand voor de camera. Even wat fixen. Ja. Hi. Nu kijk ik schil. Wat heb je nu gedaan? Ik heb mijn ogen van ondersteboven gedaan. Sowieso gaan allemaal vrienden... Oh, niet zo dichtbij. Ja, ik moest ook even goed kijken. Kijk ik nu heel schil? Ja, je kijkt echt met je rechteroog in je rechterkontzak. Kan dat? Oh, kijk ik zeg maar, kijk je hier uit? Ja. Oh, zo'n kijkje. Oké, oog de hand ervoor. Dit kan even pijn doen. Wat je dan niet allemaal doet voor de kijkers, hè? Auw, nee, dat kan niet, want dat past niet. Nou, dan doe je het niet. Ik wil mijn linkeroog ook even omdraaien, maar nu ga ik wat anders doen. Dat was oog. Vind je het grappig? Nee. Dat was je andere oog. Nu heb je geen oog in. Ja. Het doet echt pijn. Ja, kijk. Nu heb ik mijn ogen verwisseld. Maar jouw rechteroog staat gewoon redelijk recht. Echt? Ja. Dus als je nu zo kijkt... Zie je dan iets gek? Ja, je linkeroog is echt... Die. Ja, dat is echt een hele gekke schele. Deze lijkt gewoon hetzelfde als die andere. Echt? Ja. Oké, en nu kijk ik weer heel erg schil. Ja, alleen nu kijk je echt schil met je linkeroog. Oké. In je linkerbroedzak. Oké, dan ga ik nog even iets doen. Als jullie afvragen waarom de fuck laat je dit eigenlijk allemaal zien... Nou, ik heb dus best wel eens op school dat mensen vragen van, joh, kan je je ogen ook andersom doen of verwisselen? En dan willen ze het heel graag zien. Dus ik dacht, nou, ik maak er gewoon een keer een video over. Hartstikke leuk. Oké, kijk.
daarna zitten ze weer goed. Zitten ze weer goed? Althans, ja, die... Ik heb dat ook nog ondersteboven gedaan. Die zit nu goed. Die andere zit dus weg. Je, ja, die staat wel ietsjes scheef. Deze heb ik nu ondersteboven gedaan. Doe nou die andere ook eens ondersteboven. Nee, dat kan niet, want deze heeft een hele andere vorm. Oh, oké. Kijk. Wacht, ik wil zo ook de vorm even filmen. Dus dan moet je ze even neerleggen. En dan film ik niet jouw ogen. Gaat het? Nee. Moet je zo'n oogdingetje? Ja. Ja, muts. Ik ga even de camera. Snel. Even uit. Nou jongens, ik kreeg mijn ogen niet uit. Dus ik heb nu dit dingetje. Oeh, zo. En dat is zeg maar, dat zet je dan op je oog. Zo. Dat trekt hem er dan zo plop uit. En dan hoor je ook plop. Wacht, moet je horen. Daarop, wacht ervoor. Kijk, dan hoor je zeg maar dit. Dat hoor je dan. En ik ga je dus even de vorm van mijn ogen laten zien. Dit is mijn rechteroog. Dus dat zie je, dat is gewoon... Even zo hoor. En ook even aan de achterkant. Dus ja? Ja. En heb je dit oog, dan zie je dat hier een hele gekke hoek zit. Wacht even hoor. En het ligt natuurlijk ook aan de vorm van mijn ogen. Van je oogkas. Ja, ja, oogkas. Ja, dat is nog eens naast elkaar. Ja. Ja? Ja. Even kijken hoor, kan ik nog iets leuks? Ja, je kan ze in een skelettenhoofd doen, zou ik die foto in beeld laten komen? Ja, ik had dus, wij hebben een skelettenhuis op school, ik daar van ogen hoor, en dan kan je naar haar filmen. Ga erin, kraai. Ja. Zo. Ik heb dus zo'n skelet in het bierlokaal, weet je wel. En je had ons zo'n keer die geen les had, of we hadden wel les, we hadden geen les, I don't know. In dat lokaal zaten wij met een paar vrienden. En toen had je een van hen van, ja, wat nou als je je oog in dat skelet doet? Dat je, maar heb ik al een keer gedaan. Had je zo van, ja, doe. Dus ik zou mijn ogen eruit halen in dat skelet oogkast dingen, weet je wel. Heb ik daar een foto van gemaakt. Heb ik ook gewoon oprecht als profielfoto gehad van mijn WhatsApp. Nu niet meer hoor. En nou ja, die foto komt nu in beeld. Hè? En ik heb ook nog een set blauwe ogen. Dat was ook mijn natuurlijke oogkleur. Blauw. Maar heel veel mensen vinden bruin leuker staan. En die zitten ook lekkerder. Dus daarom. En ik kan ook een blauwe en een bruine in doen. Dat moet ik nog steeds een keer doen. En ja, kijk. Hey, en, maar de, als je ogen eruit zijn, dat wil je niet laten zien hè, op beeld. Mm. Voordat iedereen het gaat vragen. Nee, liever niet. Nee, kunnen ze ook gewoon googelen. Dan vinden ze vast wel mooie plaatjes. Precies, maar dan moet je niet googelen mensen zonder ogen. Want dan zie je echt niet wat je wil zien. Want het ziet er echt niet eng uit. Ik heb zo vaak mensen, dan zeggen ze... Ja, hoe ziet het eruit als je oog eruit hebt? Wat je mij... Ja, wil je het zien? Had je... Ja. En toen haal ik ze eruit. Heb je... Oh, ziet het er zo uit. Gewoon teleurgesteld, hè. Omdat ze gewoon verwachten dat er echt iets engs aan komt. Oeh, is dit het maar, weet je wel. Dus dan... Ik weet niet. Het valt echt heel erg mee. En misschien wil ik het ooit een keer laten zien. Maar ga er alsjeblieft niet allemaal naar vragen. Want nu gewoon eventjes niet. Ja. Oké. Ik ga proberen om dit weekend de video over retinoblastoma te nemen. Ik heb ook mijn profielwerkstuk doe ik daarover. En mama, ik heb over 3 weken heb ik mondeling examen over mijn profielwerkstuk. Nou, ik zeg oefenen op je kijkers. Ja, YouTube video maken. Nee, maar ik mag hem volgens mij nog niet bekendmaken. Oh. Nou, ik denk het wel trouwens. Om te proef... Nou, upload hem voor de zekerheid gewoon na de mondelingen. Nou, ik kijk het even na. Dus verrassing wat ze dan van na het weekend krijgen. Ja. Nou ja, ik hoop in elk geval dat jullie het een beetje een leuke video vonden. Ik hoop ook dat mijn vrienden niet hebben gescreenshot als ik zo schreeuw keek. En anders veel plezier met de foto's. En anders als ze het nu zien, gaan ze dat sowieso nu toch nog doen. Omdat ik het heb gezegd. Niet doen. Nou ja, kijk wat je ermee doet. En nou, tot de volgende keer. Doei.